Welkom bij de Technoloog nummer 194. Herbert, welkom. Hey Ben. We hebben te gast Bart Huffen en we gaan het hebben over gamification. En dan denk ik niet aan een spelletje spelen, ik denk ook aan nutje. Dus meer van hoe je nu met de 1,5 meter regeling, met corona, wanneer neem je wel 1,5 meter regeling? Wat zet je op straat en daar een spel van maken? Ja. Dus dat is het onderwerp, maar voor dat, ja, maar ook gewoon game spelen. Maar ja. Iets meer in dat nutje idee. We hebben een host read. Ja, belangrijk. Precies. We gaan iedereen die nu luistert wegjagen bij de technoloog, want je moet naar een andere podcast luisteren. Hierna. Hierna mag of ook. Nu al, ja, dus ook goed. Eentje van KPN namelijk, Digital Heroes. Het gaat over het belang van optimaal beschermd zijn tegen cybercriminaliteit. Dat is voor KPN heel belangrijk. En daar hebben ze niet zomaar iemand voor op pad gestuurd, maar John van Schagen. The one and only. Onze collega van BNR ook. Ja. John van Schagen, die is op pad gegaan en praat met allerlei mensen in het veld. In dit geval in BEMA en bij KPN zelf over cybersecurity. Wat ga je beschermen? Waarom ga je het beschermen? Waarmee ga je het beschermen? En wat win je daarmee? Veiligheid natuurlijk. Nou goed, dus dat is Digital Heroes. Wat kijk je nou moeilijk? Nou, ik zit even kijken of je nu alles hebt gehad. Oh. Dus of je optimaal beschermd blijft tegen wordt cybercriminelen, moet je voor mij nog vertellen. En dan moet je luisteren naar de podcast KPN Digital Heroes op BNR.nl. In je BNR-app of je favoriete podcastplayer. Dat bedoel ik. Mooi. Oké. En nou weer hier naar luisteren. Bart, precies. Dus dat hebben ze nu geluid terug. Oké, laten we heel simpel beginnen. Want ik heb natuurlijk jouw definitie gamification. Want ik gaf net een beetje hoe breed ik wil. Maar geef jouw definitie. Nou ja, klassiek, als je dat zo mag zeggen, in mijn wereld. Maar de meeste mensen die zich hiermee bezighouden definiëren gamification als het toepassen van spelmechanieken binnen een context die geen game is. Oftewel op het werk of op straat of in andere omgevingen dan dat het een entertainment game is. Ja, en dat vond ik wel mooi, want toen vroeg ik van welke elementen praat je dan over? En toen schreef je mij terug, ja, dat is zoveel. Er zijn er 30, je hebt er video's over gemaakt. Zal ik in de show notes zetten, Herbert? Ik maak de show notes. Ja. Oh, oké. Dat is fijn. Dat is geweldig. Maar wat mij nou te binnen schiet. Ja. Ik heb ooit nog eens een blauwe maandag wat filosofiecolleges gehad als student. Ik ook. En een van de grootste eye-openers uit mijn carrière in de filosofie was de vraag, wat is een spel? Mm-hmm. Ja. En als je daarover gaat nadenken, dan hou je niet meer op met nadenken. Want je kunt geen definitie bedenken van een spel. En dus ook niet van een game, want game is gewoon het Engelse woord voor spel. Ik kan een poging doen. Ja, doe maar. Ja, doe eens een poging. Ja. Dan geef ik je een voorbeeld van wat niet strookt met jouw definitie. Cool. Nou ja, omdat ik er zelf ook over na heb gedacht. Ja. Voor zowel mijn eerste boek als mijn tweede boek. Want ik heb geen achtergrond in game design of zo. Toen ik afstudeerde technische bedrijfskunde, toen had je nog net de HKU Interaction Design. Dat was in Nederland de enige en eerste opleiding een jaar of 20 geleden. 99 of zoiets. Maar voor mij is in ieder geval wat een game zich onderscheidt van elk ander medium. Hè, televisie, film. Whatever, dat er een opgelegd doel in zit. Dus je moet iets. Mm-hmm. In een spel moet je iets. Je moet winnen of je moet overleven of je moet. Maar er is, ik vertel jou wat je moet doen. En als het goed is dat relevant en leuk. Ja, oké, dat vind ik prachtig. Maar het is geen definitie. Het is alleen een eigenschap van een spel. Want er zijn veel meer dingen die een doel hebben. En dat zijn niet allemaal spellen. Ja, en dan zou ik dus gaan naar bijvoorbeeld het samenspel van een doel, obstakels, variabelen en een score of feedback. Ja. Het construct. Ah, ik vind het heel mooi. Ik ga verder niet tegenspreken. Nee, maar wat had jij dan nog? Nou ja, als het gaat om, als je je afvraagt wat is een spel, dan daar hou ik het dan even bij. Hè. Dat ja, was doe mijn. Doe maar, want ik zit ook niet te denken. Ja, dan ga je bijvoorbeeld denken van, nou, een spel is bijvoorbeeld iets waarin mensen zich met elkaar meten. En dan denk je, nou, dat is het ook weer niet, want je hebt ook patience. Dan meet je je met helemaal niemand. Ja. Dan vermaak je je met een spel kaarten. Ja. Oké, is het dan vermaak? Nou, ook niet. Er zijn ook wel tegenvoorbeelden. Een spel is niet altijd vermaak. Bijvoorbeeld als het gaat om schaken. Ja. Jeetje, dat is niet echt vermaak hoor, als je aan het schaken bent. Mm-hmm. Dat kan stressvol zijn en inspannend. En dus wat je ook verzint als eigenschap van een spel, je vindt altijd dingen die je een spel zou willen noemen en die daar niet aan voldoen. Dat is het mooie. Ja, ja. Waar ik aan moest denken toen jij zei over een doel, toen dacht ik van, hey, heel veel mensen zien het leven als een
Weet je, als een spel. Het leven is een speeltoneel. Elk speeltje. Maar dat is dus helemaal niet zo, want het is helemaal geen doel. Ja, maar overleven en niet gegeten worden. Ja, is heel primair. Nee, dat is waar. Nee, dat klopt. Oké, maar nu even, want daar zat al heel veel welke elementen. Toen zei je van ja, dat is als vragen hoe je naar Peking gaat. Ik dacht, nou, dat is heel simpel. Snel, met het vliegtuig, je kan wandelen, je kan met de fiets, met de je kan van. Dus die voor. Maar die elementen, dus betekenis, dat had je net ook al. Betekenis geven, een doel hebben. Ja. En die elementen wil ik graag uitgediept hebben, want dat zijn de kenmerken van gamification. Nou ja, dus in ieder geval, kijk, en vooropgesteld dat ik gamification niet eens zo leuk vind zelf. Het is alleen wel een handig middel om de opdrachtgever te helpen met het bereiken van zijn doel. Maar ik vind games spelen of serious games spelen veel leuker eigenlijk. Maar gamification is eigenlijk een middel om gedragsverandering teweeg te brengen. En daar kan je allerlei mechanieken voor verzinnen en gebruiken. Als je maar weet wat iemand triggert. Jij zei ook al even nudging, en we hadden het er straks ook al even toen we hierheen liepen van bijvoorbeeld als je op de snelweg zit. Ik rij vaak op de linkerbaan. Ik hou van doorrijden. Helaas heb ik daardoor ook al mega veel boetes gehad. Dus ik kap er nu mee. Ik ben het zat. Flitsmeister. Ja, heb ik. Maar zelfs flitsmeister heeft ze niet allemaal. Maar laatst bijvoorbeeld zat er iemand heel lang achter mij. Links achter mij te hangen. Maar wel op zo'n afstand dat hij niet duidelijk aangaf dat hij langs me wilde. Dus ik dacht, ik blijf gewoon links. Het leuke is dan, op het moment dat jij naar rechts gaat, gaat hij er langs. Dus ik verander iets in mijn gedrag en creëer daardoor gedragsverandering bij die ander. Dus kennelijk is die intrinsiek gemotiveerd toch op nummer 1 te komen liggen. Al is het maar in je hoofd dat je op nummer 1 ligt. Dus ja, game mechanieken zijn er zoveel als je maar kunt verzinnen wat je creatief daarbij toelaat. Voor de een is dat punten, de ander is het een prinses kunnen veroveren, voor de ander een kennisopdracht. Dus ieder mens heeft andere intrinsieke motivaties die we proberen vrij te spelen met mechanieken. Ja, ik zag die, wat ik had een of ander model zag ik en dat sprak me direct aan. Dan hebben ze dus, weet je, meaning, accomplishment, ownership, scarcity, dus avoidance, unpredictability, social influence, empowerment. Dat waren de grote elementen. En dat hebben ze helemaal uitgewerkt. Bijvoorbeeld, dat vond ik wel mooi. Bijvoorbeeld bij accomplishment heb je dus inderdaad punten, badges, leaderboard. Overigens gebaseerd op Quinn en op andere oude modellen. Ook dat insights management model met die vier kleuren. Dat is ook allemaal weer daarop gebaseerd. Dus het zou grappig zijn als Quinn er ooit naast heeft gezeten. Want dan hebben we het allemaal mis. Dat zijn de kleuren. Precies, die kleuren. Je probeert wel te kijken naar drijfveer. En we hebben ooit een opdracht gemaakt of gedaan voor Nationaal Nederland bijvoorbeeld wereldwijd. En toen hebben we wel een questionnaire uitgezet naar 100 mensen om voeling te krijgen bij wat motiveert die mensen. Want het was mensen uit Japan, Hongarije, Eurasia. Ook cultureel bepaald. Precies, is ook heel cultureel bepaald. Dus, maar we wilden wel iets van voeling bij krijgen. Van ja, waar gaan die mensen voor? En die waren dan behoorlijk competitive, maar leunde ook wel aardig op knowledge en knowledge sharing en de slimste willen zijn. Dus toen hebben we daar wel rekening mee gehouden. Maar ik behandel dat deel niet zo uitvoerig zoals de jongens met dat model. Ook omdat wij veel, tenminste ik vind het ook leuker om met trial and error te ontwikkelen. Dus gewoon zo snel mogelijk een prototype te bouwen. Dat testen met die 100 man of 60 man die je hebt mee laten denken. Dan kijken wat werkt of wat niet werkt. Weer iets eruit slopen, iets erin stoppen en dan weer door. En dat itereren en in 3-wekelijkse sprint, zeg maar. Maar dan als je kijkt naar Fortnite bijvoorbeeld. Moest ik aan denken nu met Epic Games en met Apple. Wat is dat een gedoe, zeg. Ja. Ja, dat is. Gedoe in welk opzicht? Nou ja, weet je. We hadden het net al een beetje over. We hadden het meer over Marie Stront en LinkedIn. Dan mag LinkedIn er afhalen. Maar dit is zeker marktmacht. En Apple heeft veel marktmacht. Dus wat natuurlijk interessant is, dat Epic Games dit doet. Weet je, dat ze dit durven. Dat ze nu de strijd aangaan. En in verzet komen tegen in verzet Apple komen. En zijn voorschriften. Voor en dan is natuurlijk de vraag, is dat terecht of niet? Ja. Weet je, mag Apple niet zijn eigen voorwaarden doen? Of hebben ze zoveel marktmacht dat het niet eerlijk is? Want uiteindelijk kunnen mensen niet meer spelen. Nou, ik vind dat best wel een hele complexe, interessante case. Dat is het ook. Hebben jullie daar nog een mening over? Ja, zeker. Kijk, ik vind het... Ik vind, Apple heeft inmiddels zo'n verantwoordelijkheid. Kijk, we zeiden net, het is gewoon een corporate company. Dus ja, zij mogen hun eigen regels stellen. Maar ik denk wel, die big four tegenwoordig, Google en Apple en Facebook en Amazon, erbij. Zijn wel zo groot dat je een veel meer sociale verantwoordelijkheid krijgt. Denk een integriteitsvraagstuk bijna is. Ik denk dat de studie van de toekomst is wijsbegeerd of iets in die richting. Omdat de morele dilemma's steeds groter worden volgens mij. En Apple heeft aan de ene kant een heel mooi verdienmodel. Biedt honderden miljoenen game developers, maar ook andere mensen een taak. Ik vind een mooi voorbeeld nog steeds.
Uber. Weet je, als je in Amerika aan het randje van de samenleving bungelt, mm-hmm. maar je hebt een auto, een mobiele telefoon, dan kun je gewoon taxichauffeur worden, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik wel het mooie wat Apple aan de ene kant biedt. Aan de andere kant, ja, dat Epic zegt, luister, we slopen onze game uit jullie store, want we zijn niet eens met jullie voorwaarden. Dat is denk ik ook een keuze van in welke winkels wil je liggen of niet. Ja. Ik heb ook bij Diesel gewerkt ooit in de mode. En dan wilden we onze spijkerbroek ook niet bij elke winkel hebben liggen, maar bij geselecteerde retailers. Ja. Dit is natuurlijk net een iets ander verhaal. Nee, maar is je spijkerbroek groot genoeg? Dan heb je eigen winkel, dan kan je gewoon je eigen merk. Precies, daarom. Ja. Dus Epic heeft Apple niet per se nodig, denk ik. Ze hebben miljarden. Ze geven hun een game developers kit gratis weg. Dus hebben ze die nodig. Het is alleen hoeveel miljard wil je hebben. Ja. Maar er is natuurlijk wel iets meer aan de hand. En dat zie je heel sterk dus aangetoond bij Amazon en Google. Die slepen partijen hun ecosysteem in. Ja. Die gaan dan in hun ecosysteem iets doen, bijvoorbeeld iets verkopen. Dan zeggen Amazon, Google, hey, dat is leuk dat goed loopt. Weet je wat? Dat gaan wij zelf aanbieden. Mm-hmm. Ik weet niet of Apple dat doet. Ze kopiëren niet de games van Epic volgens mij, hoor. Maar dat soort monopolievraagstukken krijg je natuurlijk wel. Ja, Microsoft die je Wunderlist koopt en vervolgens het nog slechter maakt. Want ik vond Wunderlist prima, maar... Ja. Dus het is niet alleen maar zo simpel van je ligt in iemand anders zijn winkel. De vraag is ook, wat doet die winkel vervolgens met jouw product? Ja, maar Apple... bij Apple Arcade, weet je, mogen geen, weet je, dus dat hebben ze, dat is weer de eigen Apple Store, daar mogen ook weer geen andere partijen in. Maar weet je welke ik ook interessant, ik vind het een mooi onderwerp, dus ik moet nog even, het is een beetje off topic voor gamification, maar niet helemaal. Ik zag dat Flywheel, weet je, Amazon heeft een Flywheel, steeds goedkoper maken, komen meer mensen. En als er meer mensen komen, dan kan ik meer producten hebben. En dat is een Flywheel. Ja. En Disney had al in 1936, hadden ze ook een Flywheel. En er stond in het midden, staat de Creative Talent. En die Creative Talent, die voeden tv, die maken commercials, die voeden muziek. Dan heb je Disneyland, dan heb je merchandise. En dan heb je comic strips, en dan heb je ook de publications. En dat is een Flywheel. Dus zo oud is het al, hè? En zo oud is het ook. Goed. Precies, want jij hebt daar ook eigenlijk het is letterlijk dit eigenlijk. Dan gaan we het straks over jouw Flywheel hebben. Maar het mooie is, Epic Games heeft nu dus ook dat Flywheel. En dat is dus je Unreal Engine. Dat is de kern. Daar kunnen dus de developers kunnen daarop het programmeren, games maken. Zodat ze de AI hebben en de snelle graphic chips. Ja. En dan hebben ze dus Fortnite. En ze hebben de Epic Games Publishing. Ze hebben de online services, de store. Dus ook dat Flywheel. Ja. En ik denk dat Apple daar bang voor is. Ja, misschien dat ze te groot worden. Nou, precies. Nou, bang. Maar dat ze denken van, hey, we moeten een beetje... Ja. Nou, kijk, YouTube is ook 10 jaar geleden... Nee, sorry, niet 10 jaar geleden, maar een jaar of 5 geleden kwam Twitch in één keer op. Twitch had ik nog nooit van gehoord. Ja. E-sports was redelijk groot toen ik mijn eerste boek schreef, Amazon. 10 jaar terug. Ja. In één keer, precies, in één keer is Twitch daar. En zitten daar in één keer miljoenen gamers te kijken naar games die games spelen. Ja. Dus ik kan er nog steeds niet bij, wat daar nou aan is. Maar laatst zei iemand tegen mij, Bart, je snapt het niet. Ik voetbal niet, maar ik kijk graag naar voetbal. Ik schaats niet, maar ik kijk graag naar schaats. Dus... Ik game niet, maar ik vind het wel leuk om naar gamers te kijken die games spelen. Dus het is wel geestig. We zijn inmiddels al zover geëvalueerd in die gamingwereld misschien dat het daar nu markt voor zijn. Toen wij met Wart Genen over hadden, niet over e-sports, toen vertelde ik ook dat ik vind naar FIFA kijken, vind ik leuker kijken, want het gaat veel sneller, dan aan echte voetbalwedstrijden. Grappig, ja. Want ja, FIFA is... Ja. Nee, maar goed, ik ben de uitzondering. Nou, en minder, in de wereld. En minder toneelspel op het veld als ze een keer een tikje krijgen dat ze liggen of juist andersom benen gebroken. Maar ik vond het onwijs boeiend dat je even, want we hadden het over flywheels. Dat je maar jij hebt ook in je boek. Mag ik mee? Ja, eigenlijk was ik geïnspireerd door Farmville en eigenlijk door de game loop die in games ziet. Nir Faryal heeft ook een boek geschreven over Hooked. En eigenlijk is dat ook gewoon de game loop die in een spelletje zit. Ja, maar dat is een enge man. Want die gaat eerst het boek Hooked. Moet je even lezen, gewoon als basis. Ja, ik heb hem, ja. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon basis. Oeh. Maar eerst gaat hij dus schrijven, Herbert, weet je, hoe je hooked kan worden. Dat iedereen dat moet doen. Dus alle bedrijven in de wereld. Ik wil ook hooked worden. Ik wil gamification elementen. Ik wil mensen zo nutchen dat ze alles kopen wat ik maak. Nou, hooked. Maar toen kreeg hij best wel veel pushback van, hey, we mogen niet te veel nutchen. En we mogen niet te veel optimaliseren. Dat is slecht voor de mensen. Toen ging hij overal, heeft hij een nieuw boek geschreven. Zegt hij weer, je moet oppassen. Je moet niet... It's the devil's aan de storm. Andere kant staan. Nou, wat een gek. Goed, sorry dat ik het even vertelde. Maar even, ik wil jouw loop even doornemen. Ja, dus nou ja, goed. Voor mijn
tweede boek, ik merk gewoon, laat ik zo zeggen, hoe het ontstand gekomen is. Mijn eerste boek ging vooral over games als een marketing tool. Dat is ook mijn achtergrond. Ik heb ooit bij Atari gewerkt, ook trouwens met de boys van Epic. Toen nog Unreal Tournament in de markt gezet. Tijd bij Diesel gewerkt, 2 jaar in reclame. Maar mijn eerste boek ging dus vooral over een games gebruiken als marketing tool. Maar ik merkte dat eigenlijk sinds ik gestart was 10 jaar geleden, dat de vraag van opdrachtgevers veel meer ging over verandermanagement en veel meer over gedragsverandering, gedragsbeïnvloeding en noem maar op. En over cultuur. En toen dacht ik, nou, ik moet ook pivoten. Dus ik moet gaan nadenken, waar is markt, waar is vraag? Want in mijn wereld is dat niet zo evident, zeker 10 jaar geleden niet. En toen ben ik gaan pivoten richting gedragsverandering en cultuur. Dus ik vond dat ik nog een boek moest schrijven, dan dit keer over gamification als motor van verandering. Omdat verandermanagement was ook echt een mega topic. En dat stopt natuurlijk eigenlijk nooit. En het frustreerde me ook dat heel veel bedrijven zeiden, ja, we hebben een verandertraject. Of dit is de projectmanager verandering. En die kapte dan na een half jaar of een jaar, alsof daarna je klaar bent. En vandaar ook mijn kritiek op de Business Model Canvas destijds. Dat ik dacht, ja, maar een bedrijf runnen is niet even een canvasje invullen en daarna loslaten en kijken hoe je frisdrankje de rest van de wereld gaat overhalen of overwinnen. Dus, maar was je alternatief van de Business Model Canvas? Moeten we die uitleggen hebben, het Business Model Canvas? Ja. Nee, hè? Oh, wel. Nou, Business Model Canvas is eigenlijk heel kort, een verlies- en winstrekening, maar dan visueel gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dat sla ik hem heel erg plat. Maar een leuke methodiek in ieder geval om scherp te krijgen van als jij een bedrijf wil starten of je bedrijfs je business wil herbezien. Van nou, wat zijn dan je kanalen? Wat zijn je properties? Wat zijn je assets? Of je, maar wel belangrijk, want ik doe er een beetje lachen over. Het wordt echt veel gebruikt. Ja, eens. Nee, ik ben stinkjaloers op Patrick en alle boys niet daar. Niet normaal. Hun boekje in kwam tegelijk uit met dat van mij, maar verkocht net ietsjes beter van Patrick, de Oostwalder. Patrick van der Peil. En Alexander Oostwalder. Ja, Oostwalder uit Zurich. Dat boek is al denk ik wel 10 jaar oud, denk ik. Zeker, ja, 2010. Maar nu in iedere nieuwe design sessie, kom altijd toch maar weer even, laten we toch de canvas maar weer even hebben. Om even na te denken van, hey, wat zijn mijn kanalen? Wat is mijn propositie? Wie zijn mijn klanten? Hoe ga ik geld verdienen? Wat zijn de kosten? Om dat even toch weer, het zijn standaard vragen, maar het ziet er leuk uit. Hè? Ja, het is goed visueel. Maar daarom, het sprak me aan, want je had er daar een kruis door gezet. En toen dacht ik, hey, wordt zoveel gebruikt, een kruis doorheen. Wow. Nou, goed dat jou het opviel, want jij bent de eerste en de enige tot nu toe erover begon. Maar het was wel een beetje provocerend bedoeld ook. Zo van, luister, dat is niet hoe je voortdurend kunt veranderen en verbeteren. Dus ik heb me laten inspireren door game design. En ik dacht, wat is er nou zo mega verslavend in games? En hoe komt het nou dat we steeds een level up willen? Dus dat ben ik gaan onderzoeken 2 jaar lang. Om vervolgens te kijken van welke processen moet een organisatie dan inrichten, zeg maar. Ja. Dus hoe kun je dan een organisatie verslavend maken? Om dan één ding tegelijk te behandelen. Wat is het dat games zo verslavend maakt? Nou, dat is eigenlijk, dat is een hele. Probeer het in het kort te maken. Nee, dit is echt belangrijk. Want dat wil iedereen weten. Nou, dus in 3 minuten probeer ik het uit te leggen. Het is een combinatie van factoren. Eén ding wat ik zeker moet noemen is de flow. Dus een goede game brengt een speler in een staat van flow. En dat is een balans tussen frustratie en verveling. Dus ik stel jouw doelen. Ja. Ik zeg, Herbert, pak deze kaart eens. En het eerste keer lukt je dat makkelijk. En dan krijg je, supergoed, Herbert, 10 punten voor jou. Pak deze kaart nu eens. En die gaat iets sneller heen en weer. Dus die vind je moeilijker om te pakken. Ja. Maar als je hem pakt, krijg je van mij 20 punten. En vervolgens heb ik hier nog een paar kaarten. En je weet niet welke wel wat is en welke niet. Nou, en één van is er wel eentje. En die krijg je. En als je hem dan krijgt, na 25 keer proberen, krijg je 30 punten. Wow. Als het goed is, heb ik je dan in een soort van flow gebracht. Die best frustrerend is op een gegeven moment, want je zit misschien 5 keer mis, maar je blijft maar doorzetten omdat je zo benieuwd wat erachter zit. Dus het balanceert tussen frustratie en een stuk verveling, want als het te makkelijk is, dan haak je af. Ja, denk je, gast, precies. 10 punten, I don't give a shit, ik wil 100 punten of whatever. Dus ook die rewards moeten weer relevant zijn voor jou, want als jij denkt, ik hoef helemaal geen punten, ik wil auto's of ik wil andere kleuren auto's dan ik heb of whatever. Ik wil iets verzamelen, stel je bent meer een verzamelaar. Dus we moeten heel veel weten van de mens, drijfveren. We moeten relevante doelen stellen. We moeten de flow De flow is één. Dat is heel belangrijk. Niet te makkelijk en niet te moeten. Dat herkent iedereen. Ja. Zelfs de burn-out, bore-out op werk. Ja, als je een spelletje gaat spelen en je krijgt niks voor elkaar, dan hou je snel op. En als je een spelletje gaat spelen en alles lukt, dan is het niet interessant. Nee, maar dan denk ik toch aan de timeline van TikTok in vergelijking met Facebook. Uh-huh. Die van TikTok is briljant. Uh-huh. Is echt, ik vind het gewoon is niet normaal. Als in de timeline zo kort als dat het populair is geworden? Of nee, bedoel je timeline, hoe als jij er doorheen scrolt, hoe prettig die dat je alleen maar door wil. Ja. Je dat is verslavend. Ja. Dat doen ze echt knap. Ja. Ik denk ook de beste timeline. Omdat ze natuurlijk
continu een filmpje hebben die compete met de hele wereld van hey. En ze kunnen mij de beste filmpjes kunnen ze laten zien. En ik heb geen persoon, een vriend die op mijn Facebook timeline. Ik dat eigenlijk toch, maar hebben ze toch maar ertussen gezet. Heeft dit, dus dat zie ik ook flow. Want ik word hele tijd, leuk. Nee, die niet even door. Je krijgt weer een trigger, precies. Ja. Precies, dat is ook flow, hè? Ja. Dus het zit niet alleen in dat spelletje. Het zit ook die flow in. Nee, het timeline. Is zelfs, kijk, het komt oorspronkelijk volgens mij zelfs uit de sportwereld of uit de psychologie. Ja. Of voor hardlopen of noem maar op. Die Jimmy Magic Moochie Moochie. Ja, die is misgelegd in deze mat. Die. Hij heeft die naam is onmogelijk. Ja. Nou spreken we hem zo uit. Maar goed, dat, ja, dus, oranje boek. Dus dat heeft er ook mee te maken. Oké, flow. Maar noem maar even nog even. Ook processen, zeg maar. Hè. Games zijn eigenlijk procesmechanismes. Dus we willen jou eigenlijk een routine gaan aanleren die je zo prettig vindt dat je dat wil blijven doen. En als je dat een paar keer hebt gedaan, gaan we jou iets anders laten doen. Iets nieuws leren. En het beste voorbeeld vind ik Farmville. Daarom haal ik die ook aan. En daar was ik ook het meest door geïnspireerd. Farmville is eigenlijk een spelletje waarbij je virtueel je eigen tuintje moet aanharken. Dus een volkstuintje van vroeger. Nou, dat is de game. Te bizar voor woorden overigens dat dat dus mega populair geworden is. Maar dat was een van de eerste games van Zynga op Facebook destijds. 10 jaar geleden. En werd instant populair. 70 miljoen mensen gemiddeld speelden dat. En de kracht ook daarvan was bijvoorbeeld. Nee, je begint dus eigenlijk met 4 stukjes land. Dan moet je zaadjes planten. Dan moet je wachten. Dan komt er een plantje uit. Het plantje kan je snoeien voor geld. Met dat geld kan je weer zaadjes kopen. Kan je weer planten. Moet je weer wachten. Kan je weer snoeien voor geld. En dit gaat maar door. Totdat het moment aankomt dat je voor 10.000 puntjes een extra stukje land kan kopen. Of een extra schoffeltje. Of je buren kunt uitnodigen. Dat als jij namelijk niet bent over 4 uurtjes. Als die tomaatjes rijp zijn. Dat je buurman die tomaatjes voor mij kan harvesten. Dat ik toch die inkomsten krijg. Maar mijn buurman ook een beetje. Dus de sociale factor. Peer pressure. Wil je je kind groente laten eten. Zet hem daarnaast een kind wat van groente houdt. En dan gaat hij dat nadoen. Dus er zitten zoveel psychologische elementen in game design. En ook met name in dat Farmville. Die flow ervan. Van A naar B naar C naar D. En weer naar A. Die repetitiveness, dat vinden wij als mensen heerlijk. Alleen, door routine slapen organisaties ook in. Kijk naar V&D, kijk naar alle organisaties die eigenlijk tijdens het schrijven van mijn boek omvielen. Die zijn omgevallen, grotendeels omdat ze niet in staat waren zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Nou, toen ik bijna klaar was met schrijven, zeiden een paar vrienden om me heen van Bart, wat jij nu beschrijft is eigenlijk gewoon agile. Scrum en noem maar op, dat is zo werk. Toen dacht ik, oh shit, ja, je hebt gelijk. Dat is precies eigenlijk agile werken. Dus het leunt dicht op elkaar. Alleen, ja, wij zetten natuurlijk verandering in beweging met games en met spelelementen in plaats van workshops. Wat je impliciet zegt, agile werken is eigenlijk gamification. Dat heeft heel veel van elkaar weg. Maar hetzelfde wat neer voor jou, dat boek Hoekt, dat is ook gewoon een game routine. En routines is gewoon menselijk gedrag. Agile zie ik en gamification vind ik nu nog even, wil je voor mij uitleggen? Nou, het feit dat je agile. Kijk, ik denk dat agile het stukje is level up. Hè? Dus in mijn boek beschrijf ik, je moet dingen dus bedenken, maken, verkopen, verbeteren. Ja, we gaan maken, het hele proces nog even door, hoor, dit. Want dat vind ik wel handig. Ja, dus het bedenken, maken, verkopen en verbeteren, dat zijn de processen die grote organisaties volgens mij al onder controle moeten hebben. En bedenken kan je noemen innovatie. Hè? Het maken kan je zeggen is product leadership of operational excellence, sorry. En verkopen is customer intimacy, een van de groeistrategieën. En tenslotte heb je het verbeteren. Gek genoeg hebben heel weinig bedrijven echt iemand op verbeteren zitten. Je zou verwachten dat is de CEO die dat moet doen, want dat is de hoogste basis. Die is verantwoordelijk voor innovatie trouwens, mag ik dat zeggen? Ja. Nou, kijk inderdaad, peultje naar het Hoe peuk je naar het lampje? Ja, maar het gekke is dus dat er bijna niemand voor verantwoordelijk is. Of het is een stafafdeling, R&D. En ik hoorde zelfs tot 5 jaar geleden nog dat bij Philips bijvoorbeeld mensen op R&D werden beloond voor de hoeveelheid ideeën. Niet of ze ooit goed in de markt beland waren en enige verkoop hadden gerealiseerd. Nee, maar puur KPI'tje op zoveel mogelijk ideeën. Dan wil ik ook wel wat dingen verzinnen. Maar dat verandert nu echt. Nee, tuurlijk, dat is zeker nu aan het veranderen. Maar tot 5 jaar geleden, zeg ik eerlijk, heb ik dat soort dingen gehoord. En ook nog steeds trouwens hoor ik van zelfs klanten van mij dat ze zeggen wat we hier nu aan bedenken zijn. Bleek laatst, hebben ze in Oostenrijk ook zitten bouwen. Dus precies diezelfde technologie. Dus, nou, dat is lekker, even overleggen. Maar weet je, het valideren met klanten, customer journeys maken, weet je, dat is... Het is wel steeds meer de norm natuurlijk. Ik denk dat dat doen alle bedrijven nu. Ja, nou ja, gelukkig nog niet alle, maar het is wel bijna norm. Dus nee, en ik denk agile is dat stukje improvement, hè, dat verbeterproces, dat is dat agile werken, denk ik. Ja. Oké, zijn er nog vanuit een gamification perspectief
bij de ontwikkeling van ideeën? Moet daar nog iets bijzonders worden gedaan? Ik heb het in mijn boek verder niet per proces behandeld of zo. Ik leg alleen uit van kijk, als je nou wil verbeteren. Ik reik in ieder geval één methodiek aan. Dat is een workshop methode die we zelf ook gebruiken bij klanten. Om gewoon een verandervraagstuk scherp te krijgen. Dat doen we met een spelvorm, zodat klanten ook meteen al een beetje gevoel hebben wat gamification is. En we spelen meestal Talent Hold'em, wat een heel simpel kaartspelletje is om elkaars vaardigheden te leren kennen of aangeboren talenten te leren kennen. We gaan even zo'n verandering in. Wij hebben op dit moment 42 views op YouTube gemiddeld per week. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Grappig vind ik dat. Dat is een mooi begin. Ja, mooi begin. En ik ben al, iedere week ga ik iets beter de titels doen en de tags beter doen, zodat ik echt naar 43 wil. Hoe verbeteren we dat? Hoe veranderen we dat? Maar hoe krijgen we nu, want het is zo super grappig als je vergelijkt met gewoon de podcast en het beeld. Ja, ze willen gewoon hebben mij niet zien. Dus dat is de conclusie. Er zijn een collega van mij. Mooie vrouwen in beeld. Nee, je hebt een collega. Je moet er gewoon een hele mooie vrouw bij zetten. Die zegt niks en die staat er gewoon bij. Iedereen kijkt. Nee, even serieus nu. Ja. Moeten dus veranderen. Hoe pak je dat aan? Nou, ik denk dat je verandering structureel moet inbedden. Dat is hetgene wat vooral mijn pleidooi is. Dus zet er iemand op en maak het onderdeel van je proces. Dus niet het wordt een afdeling of het wordt één persoon of een traject. Nee, dat veranderen moet je structureel doen. Nee, maar nu even met die video's. Dus wij moeten veranderen. Als eerste naar die 43 kijkers eens eventjes gaan bellen of contact opnemen met ze. Van waarom kijken jullie in hemelsnaam? Ja, ongeluk. Ja, nee. Maar daar eerst eens wat ophalen en kijken waarom ze kijken. Nou, dat ga ik meteen ter discussie stellen. Want dat zijn 43 kijkers. Die zijn misschien zo fanatiek dat ze ons ook nog willen zien. Ja. Maar we willen nou juist de mensen erbij halen waar dat niet voor geldt. Dus dat zijn die mensen die al kijken, zijn de laatste die we moeten gaan onderzoeken volgens mij. Nou, ja, misschien wel vragen waarom ze kijken, waarom ze het zo leuk vinden. En ja, ik bedoel, wellicht ken je dat boek van Malcolm Gladwell, wat ook weer onderuit gehaald is door een paar andere gasten. Dus ik weet niet meer wat ik moet geloven tegenwoordig. Maar als je het wel mag geloven, dan zou je kunnen zeggen, er zijn misschien mensen die ook jou... Ja, welke van Gladwell? Van Malcolm Gladwell, het boek The Tipping Point, hè, over salesmen en mavens en noem op. Nou, ik denk dat iedereen die geïnteresseerd is in technologie, naar jullie wil luisteren, maar misschien ben je helemaal niet vindbaar. Dus misschien weten mensen helemaal niet dat er ook een YouTube-kanaal is. Misschien willen ze inderdaad niet naar drie oude grijze koppen kijken. Ja, maar dit is wel standaard. Ik zie hier geen gamification-elementen. Je pakt het nu niet op een gamification. Oh nee, als je dat zou willen doen, dan moet je kijken naar, kunnen we mensen op een andere manier belonen, betrekken bij het programma? Kun je het interactiever maken? Kan het leuker, spannender worden? Moeten ze allemaal uitgenodigd worden om de beurt? Moeten ze mee kunnen chatten? Weet je wat, moet het dus toch live? Of moeten ze achteraf kunnen reageren, waar je de volgende uitzending weer op terugkomt? Ja. Dan maak je er meer een journey van. Het zou ook een story kunnen worden. Kijk, vaak als ik naar jullie timeline kijk van deze uitzending, gaat het allemaal over tech, hè, de technoloog. Maar er zit niet per se een jaarlijn in of een jaarplanning of een afsluiting. Je zou kunnen zeggen, we maken er een story overheen. Of de hero's journey erdoorheen. Zou kunnen. Van oké, luister een jaar lang alle podcasts en dan weet je hoe jij als entrepreneur, weet ik veel, een bedrijf in de technologie moet starten. Nou kijk, maar nu, dat is precies de kern wat mij tegen zit. Kijk, waarom vind ik TED Talks verschrikkelijk? Mm-hmm. Omdat het te veel geformateerd is. Dus weet je, dan weet ik precies. Helemaal met je eens. En wat ik mooi vind, is dat Herbert ineens met een vraag komt waarvan ik denk van ja, jongen, dat vind ik de verrassing. Ja, en als dat misschien niet goed valt, of als ik iets zeg dat hij goed valt, dan zei dat is het risico, maar dat risico neem je. Nee, maar goed, je zou kunnen zeggen op onderwerpniveau, al neem je de Business Model Canvas als het hoofdprogramma en daar ga je elke uitzending één laadje opentrekken. Dus één keer één aflevering gaat over kanalen, verkoopkanalen. Welke zijn er eigenlijk allemaal tegenwoordig? Welke zijn de meest effectieve? En dan heb je een soort format. Als je dat dan luistert, die 3 maanden lang, dan heb jij je certificaat gehaald. De technoloog level 1. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En de level 2 is... Ja. Dus dan ga je zelf certificeringen ophangen. En er wordt natuurlijk heel veel gedaan om publiek te optimaliseren. Er wordt vaak naar formateren gegrepen. Ja. Dat is een bewezen succesformule. Het probleem is alleen dat wij met de technoloog een bepaald succes hebben gehad, juist door dat niet te doen. Mm-hmm. Alleen in de podcast variant. Dus als we nou die video's willen gaan optimaliseren, dan moet je natuurlijk wel oppassen dat je dat niet weggooit. Ja.
Nee, maar je zou dus in de tekst, je zou ook in de podcast variant, in de ontwikkeling, want het moet altijd veranderen, het moet altijd verbeteren. Ja. Weet je wel? Verbeteren vind ik ook, wat je, hoe beter kan het worden op een gegeven moment. Ja, verbeteren voor het ene deel van het publiek is niet verbeteren. Precies, voor precies. Van ja, wat is verbeteren? Dat houdt ook een keer, een keer op. Ja. Wat wilde ik nou zeggen? Nou, ik weet het niet meer. Nee. Maar vergis je ook niet, hoeveel content is er niet tegenwoordig, mannen? Ik bedoel, ik vraag me wel eens af wie dat allemaal kan bekijken en beluisteren. Maar sterker niet, nog, hoor. dat kan niet eens. Want YouTube heeft al bewezen dat er, ik geloof, 1000 keer meer wordt geüpload dan er ooit in een mensenleven bekeken kan worden. Ja, dus weet je wat? We gaan gewoon tevreden zijn met wat we hebben. Wat dacht je daarvan? Dat vind ik heel goed. Nee, echt, dat meen ik. Want het is allemaal te hyper. En voor mij is het gewoon in een bepaalde regelmaat, weet je wel? Want je kan je flow, maar er zit een regelmaat in. Dat merk ik ook bij mezelf. Ik luister wel heel veel verschillende podcasts. Maar er zit ook een top in die ik minder luister. En er zit een regelmaat in. En dat komt terug. Dat zit in je systeem. Er zit weinig gamification element in. Maar niet alles hoeft ook gegamificeerd te worden, denk ik. Ik bedoel, ik zei al in het begin, ik ben zelf ook sceptisch over gamification as such. Ik geloof het bijvoorbeeld helemaal niet in richting consumenten. Als je kijkt naar Amerika, Badgeville en Bunchbowl zijn daar de gedoodverfde bedrijven die daar iets met gamification doen. Die ken ik niet, moet je even. Badgeville en Bunchbowl, stootbal. Maar die zijn in Amerika heel groot, omdat Amerikanen best wel gevoelig zijn voor sweepstakes. En weet ik veel, als ik hier 3 keer klik, dan ben ik zogenaamd klikker of de wereld. En dan krijg ik misschien 5% korting op of ik maak kans. Wij geloven al die onzin niet in Nederland. Dus hier kom je daar denk ik niet mee weg. Ja. Daarom heb ik me ook altijd gericht op medewerkers en niet op consumenten. Ja, daar gaan we zo naartoe. Even, we hadden flow. Moeten we er nog even, ik denk nog even 2 uithalen om die belangrijk zijn. Van wat game design of wat game mechanieken, wat een game samenstelt. Nou ja, dus dat, dus relevante doelen stellen. Doel, flow. Sowieso. Ja. En eigenlijk is het gewoon mensen handelingen laten verrichten waarvan zij denken dat ze de moeite waard zijn om dat doel te bereiken wat je stelt. En of dat nou is red de prinses of zet de snelste tijd neer met schaatsen, auto rijden of iets anders. En ook vervolgens een relevante beloning. Dus er moet wel een beloning in. Maar vergis je niet, er kan ook gewoon feedback zijn. Hè? Van hey, je bent lekker bezig, goed gedaan. Dat overigens ook in het echte leven doet dat meer dan een hoger salaris. Ja. Want niet iedereen wil per se een hoger salaris, maar willen gewoon waardering. Ja. Of gezellige vrienden op het werk of een fijne dag hebben. Ja. Dus in een visuele schil is ook mega belangrijk. Dat is eigenlijk de eerste beslissende factor of iemand die game aanraakt of niet. Want als je een game gaat maken voor vrachtwagenchauffeurs en het is roze met knuffeldiertjes, dan is de kans denk ik heel klein dat ze het gaan spelen. Ja. Hoewel tot mijn grote verbazing heel veel mannen ook Candy Crush nog steeds spelen. Ja. En dat is toch snoepjes fijn trappen om binnen 5 minuten zoveel mogelijk snoepjes te combineren. En dan krijg je weer een level up. Ja, maar goed. Jij gebruikt gamification voor andere processen binnen organisaties. Ja. En hoe weet je nou dat dat effectief is? Achteraf helaas alleen. Vooraf nooit. Dus ik heb het 5 jaar lang ook, of nou 10 jaar lang denk ik, moeten verkopen op mijn enthousiasme. En het feit dat veel opdrachtgevers het aandurft om eens een keer wat anders te proberen dan de zoveelste e-learning of een veranderd traject met een coach. Wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou ja, in het geval van, laat ik 1 case misschien noemen. Nee, je hebt verschillende gestuurd. Ik vind dat boeiend. Nou, moet ik naam en toenaam even noemen? Dat is gewoon een grote verzekeringsmaatschappij. Ja, precies. Nee, vooral weten wat precies, is er gebeurd en waarom werkt het. En ja, precies. Nou, ik heb ze ook allemaal gespeeld die je stuurde. Ja. Nou, in ieder geval een grote verzekeraar die had ooit een rebrandingstraject. Die kwamen terug van die waren losgeknipt van een bank. Dus die moesten een eigen identiteit weer heruitvinden. En hadden toen 3 merkwaarden gedefinieerd. Van nou, vanaf nu zijn we dit. Ja, take it or leave it. Maar vanaf nu zijn we dit. Een missie. Een missie en een merkwaarde tot leven brengen onder 16.000 medewerkers wereldwijd. Ja. Nou, kan je doen met posters. Oké, dan krijg je misschien iets van kennis en bewustwording ervan. Je kunt iets doen met een video misschien. Van kijk, zo zijn wij. En dit is Herbert. En dit is de jongen die we allemaal willen zijn. Dus vanaf nu, wees als Herbert. Nou, dat werkt misschien ook niet zo goed. Dus wij mochten daarnaast. Want voordat je jouw beide werd gedaan. Waarom? Wat is dan in die mens dat hij niet denkt van joh, ik werk ergens. Dit zijn de nieuwe 3 kernwaarden. Als ik ergens zou werken en er zijn 3 nieuwe kernwaarden. Denk ik, nou ja, vanaf morgen, dat zijn de kernwaarden. Even goede vrienden. Als iemand dat op mij ging loslaten, hè, even
Dan zou ik zeggen, mag ik ook gewoon mijn werk doen? Hè? Ja, precies. Ja. Nee, ja, en als jij wil die kerren... Maar Herbert, dat mensen dan moeilijk gaan doen... dat ze niet met die kerren eens zijn... of dat ze dat niet fijn vinden. Dan denk ik, als jij dat wil... ik vind het allemaal prima, die nieuwe kerren. Dus wat zit er dan in die 16.000 man... dat er dus een veranderd traject met gamification... in dit geval ingezet moet worden? Of wat zit er in die game dat je 16.000 man zo gek krijgt... om dat dan toch leuk te gaan vinden? Ja. Nou ja, om in ieder geval mee aan de slag te gaan. Dat was de doelstelling. En kijk merkbaar is natuurlijk vooral bedoeld als een soort moreel kompas. Hè? Van hoe gedraag ik mij in situaties? Dat is de eerste vraag. Waarom accepteren ze dat niet gewoon? Ja, dat, kijk, ik denk als je altijd oranje was en vanaf morgen moet je in één keer blauw zijn. Nou, prima. Ja, jij bent uit Schaats. Je denkt, oké, andere sponsor, ander shirt. Mazzel gaan. Ja, tuurlijk. Optimist ben ik niet normaal. Geld. Als er geld is, is het goed. Nee, maar goed. Stel dat ik al 10 jaar lang bij een bepaald bedrijf werk en ik voel me helemaal oranje. En dan in één keer moet ik blauw gaan doen en blauw is hip en happening. En dan denk je, maar ik ben helemaal niet hip. Ik ben 50 en ik voel me ook helemaal niet hip. Geweldig, ja, grappig. Dan moet je inderdaad. Maar je moet dan toch mee. Dan moet je die game spelen. Volgens mij is het dan of wegwezen, dus moet je, want je voelt je niet meer thuis. Moet je volgens mij ergens anders gaan werken. Nou, dat lukt ook niet altijd op je 50. Of je moet dan toch mee in die flow. Nou, een postertje alleen en een videootje alleen gaat het niet doen. Je ging een spel. Dus men vroeg, gelukkig, van zouden we een game kunnen ontwikkelen om dat te bewerkstelligen. Nou, dat mochten we gaan verkennen. Dus we hebben dat, we hebben iets van 6 concepten toe voorgelegd. Met een groep van 20 man hebben we dat vanuit hun ontwikkeld. Uiteindelijk kwamen we bij een kaartspel. Want er waren toch ook veel mensen met een wat oudere leeftijd. Dus we gingen niet misschien meteen een first person shooter of een real-time strategy game maken. Als je niet de juiste kaart. Niet meteen. Nee, precies. Ja. Verkeerde values, bang. Ja, heel veel bloed. Zo'n hamer. Ja. Nee, dus we hebben toen een kaartspel gemaakt. Geïnspireerd door Hearthstone. Wat een mega populair digitaal kaartspel is. En daarbij moest je eigenlijk tegen elkaar spelen. Dus ik tegen Ben bijvoorbeeld. Om een stakeholder voor je te winnen. En die stakeholder kon een collega zijn. Of een belegger. Of iemand die teleurgesteld was door ons. Dus allerlei verschillende soorten klanten. Of stakeholders, sorry. Nou, en door de gedragskaarten die ik neerlegde. Maakte ik impact op die values. Nou, en het was helemaal niet om een ideaal plaatje te laten naspelen. Dus het was niet van, je moet je zo gedragen, anders is het niet goed. Maar je kwam wel spelenderwijs achter van, als ik nu die kaart trek, one big smile, ik zeg maar wat, een grote glimlach geven. Nou, hoe reageert die persoon dan? Ja. Of wat is dan de impact daarvan op, in dit geval, care, clear en commit? Of ambitieus, vertrouwen en deskundig, ik zeg maar wat. Dus verschillende waardes. En de flow en de doel. Dus de doelstelling was inderdaad die in blauw gaan geloven. Ja, die merkwaarde tot leven brengen. En mensen er ook over laten nadenken als een conversation starter. Van, goh, weet je, jij trok laatst die kaart, maar dat sloeg helemaal nergens op. Of ik vond dit niet leuk. En hoe heb je getest dat het doel was bereikt? Nou, dat heeft de klant zelf gedaan. Dat is het enige nadeel. Wij zien natuurlijk nooit wat er aan de klantzijde gebeurt. Maar we weten dat zij daar onderzoek naar hebben gedaan. En ze hebben dezelfde game het jaar daarop en het jaar daarop weer opnieuw ingezet wereldwijd. Dus ik mag ervan uitgaan dat het wel iets heeft bijgedragen aan hun doelstelling. Anders waren ze na jaar 1 wel gestopt. Ja. En jij ontwikkelt dan één keer die game. Ze geven één keer een bedrag. Ja, en meestal zeggen we wel. Zie het sowieso als een strategie en een veranderd traject of proces van jaren. Want dat ga je niet in één keer kunnen doen. Ook niet met een spelletje. Zij hebben toen het heel goed ingericht, vond ik, met een build-up van 6 weken. Dus je kon 6 weken gewoon lekker spelen tegen de computer of tegen collega's. Dus kon beide. Je kon oefenen tegen de computer en tegen collega's kon je uitdagen. Met uiteindelijk een finale met de board van die verzekeringsmaatschappij. Waar zelfs het grote opperhoofd ook heeft mee zitten gamen met een assistent. Daar kun je de directeur in maken. Dat is wel en de winnaar kreeg dan de fiets. Waarmee ze naar de beurs waren gegaan als prijs. Dus het is toch een aardig prijsje. Gewoon met een knipoog. Maar hoe zit het element dat je het altijd moet verbeteren? Waar zit dat in dan? Want ja, je had het spel. Nou, in hun geval, dat zit meer in het ontwikkelingsproces. Maar in deze game hadden we vooral gekozen als mechanieken dat je 30 verschillende stakeholders kon verzamelen. Want er bleek uit onderzoek dat ze vooral verzameldrang hadden. Dat je 90 actiekaarten kon unlocken of vrij kon spelen. Je begon met een set van 20 of zo. En hoe vaker je speelde, hoe vaker je won ook, hoe meer je won. Als je 3 keer verloor, kreeg je ook een extra kaart om ook de verliezers een beetje te sponsoren. Dus je probeert daarin de flow te managen van winnaars en verliezers. En uiteindelijk mensen natuurlijk mee te krijgen. Maar geloof me, natuurlijk, dit werkte heus niet voor iedereen. Er zijn natuurlijk ook mensen die dachten, joh, rot op met die game. Ik ben een hele serieuze medewerker en ik ben gewoon te goed voor zo'n kinderachtig iets. Die mensen heb je ook. Dus die zal je ook niet. Die krijg je ook denk ik niet mee met een poster of een video. Krijg je waarschijnlijk sowieso niet mee. Maar het voordeel van een game is dat het 1 digitaal is. Dus B, je ziet wie er heeft gespeeld. Dus wie er
tijd heeft geïnvesteerd in die merkwaarde. Dat weet je bij een videootje misschien niet altijd. En bij een poster al helemaal niet. Ja. Dus ik vind die meetbaarheid vind ik nog een veel interessanter. Ja, maar wat is daarmee gedaan? Want wat je heel veel ziet, mensen meten dan wel, maar ze doen er vervolgens weinig mee. En dat is weer het plusje in mijn boek natuurlijk. Dat je dus die output van de game, als je het hebt gelanceerd. Dus je hebt het verkocht intern namelijk gedaan. Dat je dan gaat kijken wie heeft het gebruikt en wie niet. Een ander bedrijf, hebben ze er iets mee gedaan? Nou, bij hun weet ik niet, dat eerlijk gezegd niet. En dat denk ik ook niet, want vervolgens kwam de volgende fusie er al aan. Maar ik weet wel bij een telefonie- en kabelbedrijf. Die zet al 5 jaar lang een platform van ons in. Die gebruiken het om alles eraan te koppelen. Dus die koppelen het ook aan hun sales resultaten. Nee, die mag ik niet, zo delen. Staat wel op de website, maar... Maar dat is eigenlijk een gamification systeem om medewerkers te helpen met beter verkopen. En te trainen op kennisvlak en kundevlak, ja. En hoe ziet dat eruit? Dat is eigenlijk een appje op je mobiel. Waarbij je eigen avatar kan aanmaken. Ik kan hem hier snel jou wel laten zien hoor. Gaaf, kom maar. Als het goed is, ik moet alleen nog inloggen met mijn duim. Even zien. Ja. For your eyes only. Wachtwoord, hoppakee. Nou, ga maar klooien. Volgens mij moet je eerst naar retail rechtsonder. En dan kan je naar de games toe. Er zijn 2 games, Speedback en Speedquest. En Speedback was eigenlijk een feedback tool om collega's op de winkelvloer te leren feedback te geven naar elkaar. Want op een gegeven moment kon niet de store manager, die managed niet meer 1 winkel, maar die moest in 1 keer 3 winkels gaan managen. Dus hierheen en 2 in het centrum. Nou ja, dan ben je er niet elke dag bij je medewerkers. Dus de tool helpt eigenlijk mensen om elkaar feedback te geven tijdens of na een verkoopgesprek. Dus als ik hoor dat Herbert met Ben aan het lullen is over iets en een nieuwe telefoon. En ik denk, joh Herbert, die openingszin kom wel even wat krachtiger. Of je mag wat meer in je recht staan. Fijn, of ga eens rechterop staan. Dat soort feedback. Jij ziet dat ook instant in de app. Van Bart heeft je net feedback gegeven. Nou, en dan kun je een gesprek met elkaar overvoeren. En er zitten ook challenges in. Bijvoorbeeld, schrijf minimaal 3 keer een review deze week. En dan unlock jij de badge. Hoe heet die schrijver? Nou ja, een schrijver. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar Romeo en Juliet, hè? Wie schreef dat nog eens? Shakespeare. Precies. Je hebt de Shakespeare badge unlocked. En daar maakten we dus vooral gebruik van badges. En een andere game hebben we gebruikt voor meer customization en kennisvraagstukken. Je maakt dus dat dan specifiek. Dat moet je heet het custom made maken. Zijn er ook heel veel SaaS-achtige oplossingen, tooltjes? Ja, en dat zijn ook mijn grotere concurrenten. Momenteel merk ik steeds vaker dat veel klanten toch voor een standaard oplossing kiezen. En dat heeft voor- en nadelen uiteraard. Ik zie wel eens dingen dat ik denk, wow, daar ben ik echt van onder de indruk. Dus ik snap wel dat ze daarvoor gegaan zijn. Hoewel ik veel opdrachtgevers daar toch weer later op terug hoor komen. Omdat ze denken, ja shit, het doet net niet wat we exact wilden. En heb je dan ook over gamification dingen? Ja, zeker. Ik zag later. Gewoon one size fits all. Één product. Met daar gewoon standaard badges, punten, de hele rambam erin. Ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar Frans, ik heb net een pitch verloren van een heel groot bedrijf voor kinderproducten. En dat was een Frans bedrijf. En die hebben een turnkey solution voor dat. Wow. En dat bouw even, dus die stack, dat bouwen ze op de, bijvoorbeeld op de Unreal, weet je, engine. Ik heb geen idee van deze wereld. Hoor. Ja, dus HTML meestal. Wat voor platform is het? Want er moet toch, want wat ik vertelde over Unreal, dat las ik toevallig vanmorgen. Weet je, in die engine zit dus die grafische kaart en de kunstmatige intelligentie. Zodat een developer dat is vrij duur om allemaal te hebben, dat allemaal niet constant opnieuw hoeft te hebben. Dan bouw je op die engine. Eens, jouw zo'n front-end, zeg maar. Ja. Ik wist niet dat in de gamingwereld ook zo was. Dus ik ga ervan eigenlijk heel lang. Vroeger moest je eerst je engine bouwen om vervolgens pas je game te kunnen bouwen. En door HTML en standaard als Java en noem maar op, dat zijn eigenlijk ook al tools. Vroeger was Flash heel populair onder game, tenminste onder web game developers. Ja, maar dat is de front-end. Dus ik zat even van... Zeg maar als game engine daarachter. Dus daarom vraag ik me af, die Franse partij... Op welke engine bouwt hij? Ik weet dat die jongens volgens mij ook gewoon HTML. Maar een andere Franse partij toevallig ook. Die heeft alles in Unity gebouwd. Ah, ja, tegenwoordig trouwens is het ook compatible met browsers. Maar dat was ook een tijd lang nog niet. Ja. Dus wij bouwden daarom eigenlijk alles in HTML. Zodat klanten het... Maar nu ook Unity, want dat is toch wel de front. Ja, Unity is wel super... Ja, niet voor mij, want ik ben geen techneut. Maar super simpel om in te bouwen, zegt men. En ook inderdaad de Unreal Engine natuurlijk. Ja, maar ik kan me dus voorstellen dat je die engine...
engine hebt, bijvoorbeeld de Unreal. Ik heb geen verstand van hiervan, maar goed. Unreal. En dat je dat platform gebruikt. En dan bouw je inderdaad in Unity of in HTML. Bouw je dus, je gebruikt die engine. En dan kan je dat uitbouwen voor specifieke partijen, specifieke games. Ja. En ik kan me voorstellen dat zo'n Franse partij dat dus maakt en dan als SaaS wereldwijd wegzet. Ja, en dat doen zij goed. Die hebben daar gewoon een dik sales team op zetten. Okay, ik ben nog steeds als eenling aan het werk in samenwerking met een partner, Unkink dan in Amsterdam, waar 20 designers zitten. Maar we hebben wel ook in de afgelopen 3 jaar ook een eigen engine gebouwd voor adventure games bijvoorbeeld. Omdat we merkten dat er best veel vraag is naar e-learning oplossingen, ja, maar dan op een leukere manier. En dat is denk ik die game die je hebt gespeeld van Survival Island. Ik heb Survival Island gespeeld, ja. Kijk, kwam je er helemaal uit? Heb je hem helemaal uit kunnen spelen? Nee, ik niet. Ja, iedereen loopt vast op één punt. Voordat we daarover verder gaan, wil ik nog wel eerst even vragen. Zoals jij net dat voorbeeld gaf, kreeg ik heel erg de indruk dat gamification in zo'n context van zo'n bedrijf heel specifiek is. En dus eigenlijk alleen maar voor een individuele klant ontwikkeld zou kunnen worden. Nou vertel je, er is een Frans bedrijf met een turnkey solution. Ja. Maar hoe ziet zo'n game er dan uit? Als ik dat afneem als bedrijf, wat kom ik dan tegen? Dat kan toch haast alleen maar hele algemene shit zijn? Ja, daar zitten dus wel veel algemene mechanieken in. Geen concrete bedrijfswaarde zoals mijn board dat net bedacht heeft. Even daar gelaten of dat bullshit is, ja of niet. Ja, ja. Maar, nee, klopt. Dus de visuele stijl, hè, niet te vergeten. Dus die game voor die verzekeraar hebben volledig in de huisstijl met hun fotografie gedaan, met hun kleur en geur en noem maar op. En die kleur en geur kan je nog wel aanpassen. Vaak een logootje uploaden in zo'n SaaS oplossing kan ook nog wel. Ja, ja. Maar daar stopt het wel. Ja. En vaak begint ook de ellende na de verkoop. Tegen in het geval van die Franse jongens. Sorry, wat voor? Wat voor game is dat? Nou, dus helemaal geen game wat mij betreft. Dat is meer een systeem, moet je denken als, oké, er wordt kennis gedeeld. Heb je het filmpje bekeken, dan krijg je een punt. Of heb je het blogje gelezen, dan krijg je een punt. En met die puntjes kun je misschien nog net iets. Kun je misschien nog zeggen, oké, je hebt 1000 punten. Maar vaak zit er een leaderboard in of alleen maar badges. En dus dan stopt het. Veel minder speels. Nou, en dus minder op de drijfveren van die doelgroep gericht. En daar gaat het denk ik op lange termijn mank. Want in het begin lijkt het leuk. Want je hebt een leuk, mooie visuele tool. Het werkt ook vaak wel goed. De content is helemaal voor de klant specifiek door hunzelf in die tool te zetten. Maar ook dat moet dan gebeuren. Dus het moet ook bij iemand neergelegd worden die dat ook moet gaan doen. En leuk moet vinden. Maar ik denk dat je op langere termijn dat mensen dan toch missen. Van ja, maar oké, nu zit er een leaderboard in. Nu ben ik de eerste. Maar een leaderboard is alleen maar leuk voor de top 10. Ja. En die andere 900 man, die zitten ernaar te kijken. Ja, oké, fuck it. Dus die haken af. Dus een leaderboard is het meest genoemde mechanic binnen gamification. Maar het is ook vaak de meest slechte. Demotiverend. Precies. Ja. Bij een heel competitive sales team werkt het misschien. Maar je zult dan heel veel doorsneden ook weer moeten maken. Van hij heeft de meeste verkoop gerealiseerd. Hij heeft het snelst gedaan. Hij kreeg de hoogste waardering van klanten. En dus je moet op to the max discrimineren. Ja. En dan blijft het misschien leuk. Maar dat betekent weer dat je superveel mechanieken erin moet stoppen. Ja, ja. Daar heb ik ook nog een vraag over. Want inderdaad, bijhouden wie het meest verkoopt bijvoorbeeld of iets dergelijks. Hè, dat is, ik weet niet of jij dat gamification zou noemen, maar het is in elk geval iets waar je wedijver in bouwt. Hè? Ja. En ik heb uit redelijk de eerste hand, namelijk een kennis van mij die verkoper was bij een groot bedrijf hier in Nederland, gehoord hoe giftig dat kan werken. Ja. Dat mensen elkaar gewoon lachend een mes in de rug planten. En elkaar gaan tegenwerken. Ja. En elkaar vliegen gaan zitten afvangen. En dat heb ik zo tegen de huidige organisatievormen ook. Daar gaan mijn boeken grotendeels over. Dat we die departmental structure, die moeten we doorbreken. Dus die silo-structuur, dat moet eerst doorbroken worden. Organisaties moeten anders worden ingericht. En die KPI's moeten elkaar versterken. In plaats van dat de KPI's zijn die elkaar beperken eigenlijk. Want inderdaad, sales moet misschien zoveel mogelijk shit verkopen. En inkoop moet zo laag mogelijk inkopen. En wat krijg je dan? De hoogst mogelijke klant ontevredenheid. Want je verkoopt rommel voor een hoge prijs aan zoveel mogelijk mensen, maar die komen allemaal terug aan de achterkant. Dus bij wijze van, weet dus, je wat voorkomt? Dus de IT-afdeling heeft als target kosten drukken, want het gaat steeds goedkoper. Die hebben een actief target kosten. Maar business heeft groeien. Ja, dus en hoeveel bugs zitten er dan in je code uiteindelijk? Dus dat is het nadeel. Dus je moet veel meer je KPI's ook doordenken, denk ik. En dat zit in games volgens mij veel beter vaak voor elkaar. En dat die KPI's werken zo goed op elkaar in een game dat het zo verslaafd werkt dat je steeds verder wil en hoger wil. Bekende succesvolle games. Ik heb het niet over speciaal ontwikkelen, maar de bekende succesvolle games. Daarin leren mensen samenwerken. Dat is natuurlijk een eigenschap van games. Precies, genoemd dat zeker. Jij had een game gespeeld van een eiland.
Ja, ik heb een eiland gespeeld en dat was de bedoeling was, want ik ben natuurlijk zwaar gestrest iedere dag en in mijn en dat is heel Nederland. Dat was mij ook al opgevallen. Ja, precies. Ja. En we moesten en ik moest dat spelen, want dan ging ik onstressen en ik kreeg geen burn-out. Nou, ik kreeg er bijna een burn-out van die game. Ja, nou, was hij te moeilijk? Nee. Ja, nee, de opdrachtgever die vroeg oorspronkelijk en dat is een traject van een paar jaar geweest, maar die zei, weet je, burn-out is een groot probleem in Nederland, maar vooral wereldwijd, maar zeker in Nederland. Vooral ook onder jongeren. Mijn vriendin is 13 jaar jonger dan ik, maar die heeft al een burn-out gehad, even denken, 10 jaar geleden ongeveer. 8 jaar geleden. En 10 was of zo. Ja, precies, sorry. Ik leerde hem ook bij. Ik leerde haar kennen toen ze 13 was. Expres. Nee. Ik wist dat het zat in jouw hoofd en in mijn hoofd. En ik zeg het ook totaal verkeerd. Anyhow. Nee, dus, maar onder jongeren is het een groot probleem. Zelfs voordat ze gaan werken, hebben ze al een burn-out. Wat ik bizar vind, maar het schijnt zo te zijn. Ik denk ook door de overflow en content en noem maar op. Ja, we maken ook helemaal gek. Dus even misschien moeten we leren ontspannen. Dat lijkt me sowieso goed. Je hebt een game gemaakt voor een burn-out tegen te gaan. Ja, dus die game, die moet je doorspelen. En als je die doorspeelt, hij begint op een onbewoond eiland en daar moet je zien te overleven. Dus je moet eten en drinken. Ja, wat ik wel leuk vond, er is een boot. En de eerste vraag is, je bent op een eiland, er is een boot en er is een boot vergaan. Een cruise. En dus wat voel je erbij? En is het van, leuk eiland, lekker liggen die boot, prima. Of van, zijn de mensen wel gered? Of wat was het andere? Nou ja, heb je drie van dat soort vragen. Zijn er andere overlevenden? Een eiland om te verkennen? Ik heb veel te verkennen, ja. Ja, ik had dat. Je ging op avontuur uit. Er is ook een boot. Ja, nee, dus het idee is, en dat deel hebben we nog niet gebouwd, maar we wilden nog een hele schipbreukeling scène maken en een kok te bar zetten, maar dat kost allemaal heel veel geld en daar wilden opdrachtgevers vaak niet voor betalen. Die wilden alleen maar voor de FN. Maar waarom ontstresst die game? Nou, de game aan zich ontstresst niet, maar als je de game helemaal doorspeelt, dan bouw je een profiel op van jouw vitaliteitsniveau en jouw keuzes omtrent bepaalde vraagstukken. Dus op een gegeven moment, ik weet niet of je zover bent gekomen als de grot, maar je kunt ook in een grot, maar dan heb je een zaklantaarn nodig met batterijen. Als je die niet hebt, zul je weer terug moeten naar een locatie waarschijnlijk. Het vliegtuig, waar misschien wel een zaklantaarn zou kunnen liggen. En de batterij ligt misschien wel één tegeltje rechts van dat vliegtuig. Nou, dan heb je die missie voldaan, et cetera. En kom je steeds ietsjes verder. Dus we bieden de speler een omgeving waar die in principe vrij rond kan lopen. Koffertjes kan zoeken langs het strand. Uit die koffertjes ook dingen kan halen. Hè? Frisdrank of zakken chips, melk. Of wijn, bier. Nee, melk niet volgens mij, maar wel hier. Water en kokosnoot en bananen. Wat is dit dan? Nou, dat gaat ook al. Jar is het. Dat gaat ook al iets. Oh ja, een jar. Ja, je hebt de Engelse versie. Nee, dus, maar dat gaat ook al iets zeggen over iemand. Als jij alleen maar zakken chips de hele dag naar binnen duwt in die game en energiedrankjes in plaats van water en kokosnoten, dan zegt het misschien ook al iets over jouw keuzes. Maar als je 65% van alle serieuze vragen zeg maar hebt beantwoord, die je gedragsvragen, dan krijg je een profielinzicht van nou, jij leunt vooral op spirituele waardes, ik zeg maar wat. En dan hebben we het weer over Quinn, weer over dat soort values. Ja. Daar krijg je een profiel van wat een gedragspsycholoog heeft geschreven op basis van die 8 situaties. Wat een omslachtige manier om je meer inzicht. Maar weet je wat hun huidige manier is? In je persoonlijkheid te krijgen, nou? Een vragenlijst van 100 vragen. En als je die hebt doorgeakkerd, dan weten ze hoe het met je gesteld is. Dus hun vraagstuk was van luister, wij verkopen nu een questionnaire aan bedrijven ter burn-out preventie. Want als je die vragenlijst hebt ingevuld, dan weet je hoe je in elkaar zit. Dan ga je met een coach praten en dan ga je hopelijk iets doen in wat voorkomt dat je een burn-out krijgt. Of je speelt de game en gaat dan op een marktplaats spullen kopen met de credits die je hebt verdiend. Die een bijdrage leveren aan of je spirituele behoeften of je sociaal-emotionele behoeften of wat er dan ook uit de game komt. Ja. Dus ja, het is omslachtig. Maar ik vind het vergeleken met een vragenlijst is denk ik een leukere medium. Zit er een beetje een ontwikkeling in dat hele gamification industrie? Ik heb het idee dat het steeds meer de norm aan het worden is van hoe in ieder geval digitale applicaties in elkaar zitten. En ook wel steeds meer... Dat wel. Dus dat zie ik inderdaad. De gamification elementen niet meer uit te leggen. Het zit overal in, wat het over TikTok. Het zit overal in. De elementen zitten erin. Ja, en de games zouden steeds makkelijker gemaakt moeten kunnen worden. Ja. Is dat zo? Ja, dat valt dus nog wel tegen. Behalve, dus als je een schaalbaar concept hebt. Ik heb me altijd gericht op maatwerkconcepten. 10 jaar lang dus gericht schieten op een specifiek vraagstuk. Ja, we hebben nu een eigen engine waarmee we dus adventure games kunnen maken. Jij ziet nu allemaal eilandbeelden. Maar dat zou ook een retail store kunnen zijn. Of dat zou een bankgebouw kunnen zijn. Of whatever. Dat zijn gewoon plaatjes die een bepaald doolhof vormen. En daar kunnen vraagstukken of missies op worden afgevuurd. Ja. Dus dat is wel een schaalbaar product voor ons. Maar
weet je, technologie staat nooit stil, dat weet je. Dus we moeten ook altijd weer doorontwikkelen. Misschien wordt straks VR de nieuwe norm, wat ik niet per se verwacht. Of AR. En gaan we toch met z'n allen met een brilletje oplopen waar alles in zit. En gaan we daarmee leren. Over AR gesproken. Ik zag dus een visiedocument van die founder van Epic Games. Ik zal hem in de show notes zetten. Die gast, jongen, hoe die nadenkt over, weet je, Ready Player One, dat we in een VR-wereld gaan leven. Is het zit helemaal in dat document. Ja, en ik denk dat het ooit wel gaat gebeuren, alleen de vraag is wanneer. Ja. En zolang die brilletjes lelijk en zwaar zijn, wordt het helemaal niks. Ja. Ik denk als Apple ooit met echt een lekker brilletje komt waarvan iedereen denkt, die wil ik. Net als met de Watch, wat ik grappig genoeg... Dan moet de accu nog lang genoeg meegaan. Ja, precies. Dus dat is het ook. En de vraag is ook wel van hoe sociaal of asociaal wordt het ervaren dat iemand met dat ding oploopt. Ja. Want, ja, maar even dit terzijde. Dus ik moest gaan denken toen je het zei. Dus die maar ook voor een bedrijven die. Heb jij cijfers van bedrijven die gamification elementen inzetten om te veranderen of dat toeneemt? Of, ik heb het idee dat het een beetje stil is. Dat het niet zo populair, niet zo hype is, niet zo populair. Het is een beetje gedoe is. Ik denk dat het. Kijk, het is sowieso minder aangeslagen als social media in de breedste zin. Hoewel je nu ook kunt afvragen hoeveel mensen echt nog op Facebook zitten. Ik denk wel eens, het zijn volgens mij nog maar bots die overal dingen posten. Maar ik denk wel, kijk, als je kijkt naar vergeleken met e-learning. De klassieke manier, hè, of die compliance vraagstukjes die je moet doorklikken tot vervelend toe. Ja. Die producten gaan wel vervangen worden, denk ik, door serious games of andere dingen of gamification systemen. Ik denk dat learning and development, leren op afstand. Ik bedoel, met corona lijkt me het evident dat je meer op afstand moet gaan leren. Dus dat gaan wij natuurlijk vanuit ons graag faciliteren. Ja. Maar, en wat doe je dan? Dus leren op afstand, hoe je dat faciliteert dat het beter wordt? Nou ja, we hebben... Om nog een ander voorbeeld te geven, voor een luchtvaartmaatschappij een gamification systeem ontwikkeld, wat bijvoorbeeld vooral inzicht geeft in welke waarden jij hebt, welke talenten je hebt, welke expertise je hebt en personeel. Aan welke IT-projecten jij werkt bijvoorbeeld. Ja, puur voor personeel. Om te voorkomen dus dat wij hier een softwareprogramma aan het bouwen zijn, wat ze ook in Oekraïne aan het bouwen waren tegelijkertijd, voor hetzelfde probleem. Dus het idee van het systeem was dat je problemen kon posten als een soort Yammer of als een soort Slack, forum of Slack achteromgeving, precies. Daaraan expertise kon koppelen die je nodig had om dat probleem op te lossen. En vervolgens konden mensen zich daaraan koppelen. Maar doordat iemand zijn values heeft ingevuld en zijn talent en expertise, kon je dus heel eenvoudig via AI het team samenstellen met gelijke waardes. Mm-hmm. Toch wel weer belangrijk. Same values. Maar complementary talents, dus aanvullende talenten en expertises. Dat kan allemaal door middel van AI. En ik dat was echt mijn toekomstproject samen met mijn compagnon, voordat hij overspannen werd helaas vorig jaar. Maar dat wilden wij echt helemaal gaan ontwikkelen. Dat je dus, als je 1000 man in dienst hebt, dat je precies weet wie welke values heeft. En dat je mensen op basis van die values kunt clusteren en op basis van complementary talents en kunt zien wie een groot probleem oplossend vermogen heeft. Kijken wie sociaal is, wie niet sociaal is, wie alleen speelt, wie nooit samenspeelt of juist wel samenspeelt. Wie die app niet eens aanraakt. Nou ja, om een veel beter inzicht te krijgen, wat voor vlees hebben we nou eigenlijk in de kuip? Want HR op dit moment is echt nog steeds gissen in het donker en we doen maar wat met z'n allen volgens mij. Op elk HR-congres zie ik de vraag, wat is de rol van HR? Dan denk ik, nou, als jullie het al niet weten, laat staan dat wij het dan weten voor maar je. Maar ik hoor wel dat, ja, ik weet niet of ik moet zeggen, door die gamification personeel steeds meer beloerd wordt. Ja, dat is denk ik ook wel zo. Maar ik vind of gebeurt dat toch wel, ook zonder ik denk dat privacy hoe zeg je dat? Een gepasseerd station is. Nou, een gepasseerd station ergens. Ik vind die AVG-regeling heel goed voor bedrijven die ons willen verneuken. Gaat over klanten, ja. Dus ik krijg ook spam. Ik word ook gebeld op mijn mobiel waar ik geen zin in heb. Dus daarom heb ik een tweede genomen, et cetera. Maar wat is er mis mee als ik van mijn medewerkers, mijn belangrijkste bezittingen, zul ik maar even zeggen, precies weet wie waar goed in is en hoe ze elkaar helpen? Je kunt hem ook positief belichten. Ja. Nee, maar je kunt ook je afvragen waar de grenzen liggen. Hè? Want als er dus zoiets als een of andere game op het personeel wordt losgelaten en dat ga je maar spelen, want dan komen we meer over je te weten. En het wordt zelfs bijgehouden en ik word erop aangesproken als ik daar geen zin in heb, bijvoorbeeld. Ja, ik vind het wel ver gaan. Ja, maar het is zeker, daarom denk ik ook wat ik in het begin zei. Ik denk dat ethiek het vraagstuk van de toekomst is, ethiek. Maar
Kijk, we gebruiken het altijd een goede trouw. Maar bij die kabelaar hebben we hetzelfde commentaar gekregen toen we die feedback-applicatie gingen lanceren. Mm-hmm. Van ja, ik ben toch geen NSB'er en ik ga mijn Maarten niet verraden. Maar dat werd heel snel omgedraaid naar een positief sentiment. Van luister, het is niet bedoeld om iemand te verraden. Het is bedoeld om iemands verkoopvaardigheden te vergroten. En dat kun je doen door je mond open te trekken naar elkaar en te zeggen: hey vriend, jij doet dit zo en zo. Ik zou het zo aangepakt hebben. Ja. En dan heb je een dialoog. Dus at most leveren we op zijn minst in ieder geval een conversation starter op een leuke manier. En ja, het management kon gewoon een lijstje uitprinten. We moesten nog een printknop bouwen op een gegeven ogenblik voor het beoordelingsgesprek. Ja. Maar het formulier was prefilled met al zijn data. En ja, als je daaruit ziet van god Bart, jij geeft een ander nooit feedback. Dat is misschien wel een learning puntje voor jou. Dan weet je dat toch? Ja, moeten we ons gaan schamen? Ik vind dat het hele door het hele hashtag MeToo en discriminatie geheel zijn we nu in één keer, mogen we in één keer niks meer vinden van elkaar of niks meer zeggen. Hij is groot, hij is klein, hij is dik, hij is dun. Ja, dat is nou helemaal zo. En ik denk dat we daar ook iets mee moeten. Want als ik weet waar jij goed in bent, wil ik dat gebruiken. Maar sommige mensen zitten op een plek waar ze misschien helemaal niet tot hun recht komen. Terwijl als je weet vanuit zijn values en vanuit zijn talenten moet hij eigenlijk op deze afdeling zitten. En dan kan je hem zo verschuiven. Maar zolang jij dat niet weet, het tast je dus in het duister. Dus ja, ik vind het heel goed als er meer transparantie is. Ja. Maar ik snap, duidelijk. Ik snap dat mensen het eng vinden. Maar waarschijnlijk zijn het net die mensen die eigenlijk niet nodig zijn binnen dat bedrijf. Ja, dat zou kunnen. Of het zijn gewoon mensen die gewend zijn om hun werk gewetensvol te doen. En die het alleen dat spelen van zo'n spelletje alleen maar vinden dat het afleidt van kan ook, wat ze graag doen. Nou, en dat zal ik altijd onderkennen. Ik zeg, gemiddeld worden onze games en systemen door ongeveer 2/3 van de mensen gebruikt. Dus die andere 1/3, daar zul je andere dingen voor moet ontwikkelen. Dat kan nog steeds een fysieke workshop zijn als je het hebt over learning and development. Of gewoon een normaal gesprek met elkaar. Spel hebben we toen voor een grote sneaker retailer in Europa ontwikkeld. Gaat puur over talentontwikkeling. En is puur om inzicht te krijgen in waar is Ben nou goed in en waar ben jij nou goed in. En hoe kunnen we dat optimaliseren of optimaal gebruik van maken in onze winkel. Ja. Bij de behandeling van de klant. En als we weten, Ben die weet alles over schoenen. Ja, dan als iemand zegt, ik wil van deze nieuwe schoenen precies weten wat de hardloopdetails erover zijn. Dan zegt Ben, kom jij maar even. Dan ga ik dat niet doen, toch? Mm-hmm. Tenzij je zegt als organisatie, ja, iedereen moet alles hetzelfde kunnen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus daarom denk ik, discrimineer vooral. Kijk wie waar goed in is en gebruik dat dan precies. En dat kunnen we allemaal blootleggen, digitaal en analoog. Ja, ja. Helder. Ja, helder. Ja, ik waar waren we? Ja. Nee, ja, ik moest ergens aan denken. Maar ik ga het toch vertellen. Kijk, het is ook heel erg hoe je zelf... Kijk, als natuurlijk het management oplegt, dit moet je spelen, jij moet inzicht krijgen in jezelf. Of je wil gewoon zelf verbeteren, inzicht krijgen in jezelf. Hoe ik effectief met Herbert kan samenwerken. En Herbert weet het ook van zichzelf. En onze zwakheden moeten we niet te veel triggeren. Weet je, dat is heel anders dan dat natuurlijk jouw manager, je wordt op afgerekend en je krijgt je bonus niet enzovoort. Want dan wordt het sturen en voelen mensen zich in hun vrijheid betast. Beperkt. Nou, eens. Natuurlijk is het Big Brother. En ik vind het ook niet leuk dat ik overal nagezeten word. Maar, nou ja. Nou ja, je hebt je punt. Onwijs, mooi. Ja. Ik vond hem ook mooi. Oké, moeten we nog even even kijken. Want het is wel tijd. Heb je nog iets urgents? Ik heb niks urgents. Nee. Nou, even kijken. Ga ik even door. Ik echt niet dat ik denk van, als ik nu, dan baal ik ervan als we dit niet horen met z'n allen. Ja, dat er een workshop is binnenkort. Eerst gratis op 1 oktober. Nou, jongens, allemaal workshop online zeker? Ja, ik geef het linkje wel voor de website. Ja, linkje zal ik in de show notes zetten. Ja. Ja, zal ik in de show notes zetten, kunnen ze allemaal meedoen met die workshop. Ja, die Zoom workshop is gratis en inspiratie. Ja, maar hartstikke goed. Oké, nou, ze kunnen jou benaderen als ze nog meer willen weten over gamification. Heel graag. Bart Huver, Brand Your Game. Ja. Bart, bedankt. Dankjewel. Herbert, bedankt. Ben. Dit was de Technoloog nummer 194. En we zeggen tot de volgende Technoloog.